Als ventje van 10 was ik al bezig met plantjes te zaaien. Mijn vader had een klein kastje gemaakt. Ik zaaide daar Afrikaantjes, ijsbloemetjes, salviaatjes. Verkocht het aan de buren, de overburen en een tante van mij. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben Marcel de Wacht. Ik heb een kwekerij van opvallende vaste planten in Noord-Limburg. Het sortiment wat ik heb, heeft eigenlijk twee onderdelen. Voor mij zit er een aantal, ik noem het afwijkingen in, waar ik met plantensoorten zoals vuurpijlen, daar heb ik iets mee. Dat vind ik gewoon fascinerende planten en die worden gewoon weinig gekweekt. Dus die heb ik. Maar ik heb ook een heel breed sortiment met gewoon hele goede tuinplanten. En wat ik belangrijk vind is, als mensen bij mij uit de kwekerij komen, veel mensen komen met de vraag van ik heb een stukje tuin en daar wil ik wat. Het zijn mensen die niet dag en nacht in die tuin rondlopen om van alles nog wat te doen. Dus ik wil een soort met planten hebben die goed in de tuin te houden zijn, maar waar je ook gewoon prachtige combinaties mee kunt maken. Zeker de laatste jaren mogen de kleuren weer expressiever worden. De pasteltinten, dat is een beetje over zijn hoogtepunt heen. En juist die knallers die maken het zo vrolijk en ik hou van vrolijkheid. In het leven en in de tuin.